Bij een schietincident op de Bosdijk in Eindhoven is maandagmorgen een man gewond geraakt. Agenten reageerden kort na 6 uur op een telefonische melding van het slachtoffer zelf. Bij de confrontatie met de man kwamen de politiemensen in een dusdanig dreigende situatie terecht dat tenminste één van hen zich genoodzaakt zag om te schieten. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Of het slachtoffer door de politiekogels is geraakt of zichzelf heeft verwond, is nog niet duidelijk. De politie en Rijksrecherche zijn begonnen met een uitgebreid onderzoek naar het voorval.